Hallo iedereen, ben ik hier met Mark van Kooivrienden. Dag Patrick. Welkom. Ja. Zo dus, over een paar maanden geleden hebben we al een kleine reportage gemaakt over de herlift. Ja. Het ja, was in de Kooishow van Bergen. Ja, in Appeltern. Daar hebben we veel bekijks gehad door iedereen. Gelukkig hebt u daar ook een filmpje gemaakt. Dat doet het zeer goed op internet. En nu in Nederland en zelfs in Frankrijk, Duitsland, Engeland zijn ze al volop aan het herliften. En ik hoop dat jullie ook die reportage dan ook een beetje in het Frans kunnen doen, dat iedereen een beetje geholpen is. En wie weet later in het Engels. Dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? We gaan er zo dus van genieten, van het feit dat alles wordt getest bij Kooivrienden. Ja. Het wordt het heel makkelijk voor ons dan. Hè? Ja, de handel speelt er, begint er toch al een beetje om binnen te spelen, gelukkig wel. Ja, ja. We zijn al meer dan 10 jaar aan het roepen dat de airlift energiezuinig is, maar stilletjes aan beginnen ze toch de pompen een beetje aan de kant te zetten en airliften. De energiefactor is zeker gedeeld door 5. Mm-hmm. Dat is belangrijk geworden op de dag van vandaag. Dag van vandaag zeker weten. Hè? Structuur aan de kosten van de elektriciteit. Ja, ja. We laten gewoon alles zien en dat is het. Allemaal zelfbouw. Zoals die mensen die hier allemaal zijn gaan straks aan het knutselen. En dat is belangrijk. Iedereen kan het zelf doen. Hè? Well, de bedoeling is ook van bij ons voor de Franstalig hetzelfde doen. Het voeren later natuurlijk. Ja. Eerste keer zien we wat er hier allemaal gebeurt. Ja. Ja. Zo dus, de bedoeling is vandaag van een herlift te bouwen. Ja, we gaan een airlift bouwen. Het drukkamertje dat belangrijk is. Ik zal hier dat toestel laten zien. Hier heb je een drukkamer. Maar we zullen dat straks even zien. Hier wordt lucht opgestuurd. Die lucht wordt onderaan ingebracht. Het water wordt meegezogen naar boven toe. En hier komt het water dan uit samen met de lucht. Ja, het is een beetje moeilijk uitgelegd, maar... Ja, maar... Ja. Hier feitelijk komt hier nog een pijp met een T. Ja, met een T. Met een T-stok. Ontluchting. Ja. Maar het belangrijkste is dat we het originele, het belangrijkste stuk gaan we samen knutselen. Zo dus die druknamer met die stijgbuis, met de toevoer van het lucht. En dan met de bocht op dat het water naar de vijver kan. En dit toestel wordt dan in die collector hier geplaatst. Zo dus een grote collector. Een grote collector. Die doorvoeren hieraan gaan we ook allemaal zelf bouwen. Dus dat gaan we hier vandaag allemaal samen knutselen, tot iedereen volledig dit kan samensteken. Dat is een buis van? Van de 250 mm. Buis van 250 mm. Ja, en dit gaat in de grond naast de vijver of in het filter of net na het filter. Omdat het belangrijk is dat we een bepaalde diepte hebben. We moeten toch, om een goed rendement te krijgen, toch 1,70 meter in de grond gaan. Ja, maar dat is niet feitelijk 100% noodzakelijk. Wanneer dan we een kamer maken, een pompkamer maken van 1,70 meter diep, dat werkt ook. Ja, dat werkt even goed. Ja. Het is enkel een hulpmiddel, omdat niet iedereen zijn pompkamer bij manier van spreken 1,80 meter diep is. Of de mogelijkheid heeft om iets van die diepte te maken. Dus je hebt enkel nog die buis van 250 in de grond te steken. En aan te sluiten op de vijver met dat stukje ertussen. En dan lukt dat perfect. Oké, okay, dus we gaan starten en kijken wat dat allemaal van doen is voor die airlift te kunnen bouwen. Zo dus Mark, we gaan met het begin beginnen. Voor het feitelijke, het eerste stuk dat we gaan bouwen... Is het drukkamertje, waar de lucht rond het water wordt ingebracht. Ja. Dat is wel belangrijk. Wat hebben we nodig feitelijk? We hebben gewoon nodig een verval, een mof, een sok dat ze zeggen, van 125 mm. 125, ja. Ja, daarin. Al nodig, van 125 naar 110. Ja. En dan nog een klein, maar dat is eigenlijk het belangrijkste waar we mee van start gaan. Mm-hmm. Wat doen we met het verval van 110 naar 125? Dat gaan we half doorzagen. Je kan er ook twee nemen, maar de kostprijs is goedkoper. Gewoon half doorzagen. Dat gaan we straks dan even doen. Dan krijg je dit. Twee stukjes. Twee stukjes, ja. Twee stukjes. Bij het ene zit hier een stootrand aan. Ja, ja. En de andere is gewoon door, ja. Doorschuiven. Hm. Dan hebben we nog een stukje buis van 110. Ja. In deze sok steek je dat één stukje met de stootring hier gewoon in. Ja. Dat andere komt hier bovenaan te zitten. Ja. En hierin komt een stukje van 110. Komt dat stukje van 110. Moet dat natuurlijk gelijmd worden of dat ja. wordt dan gelijmd. Dat gaan we dan straks lijmen. Maar probeer dat eerst als je alles gemaakt hebt. Ja. Dus heb je hier een afsluiting. En krijg je hier een afsluiting. En in het midden krijg je eigenlijk een kamer bij manier van spreken. Ja. Maar in die buis moet er eerst nog gaatjes geboord worden van
Van een millimeter? Van 1 millimeter. Van 1 millimeter. Het mag kleiner zijn tot een halve millimeter, maar 1 millimeter is goed. Ja. Dat gaan we als volgt doen. Dus je hebt feitelijk op een papier getekend, u kunt misschien zien hier, ik zal het een beetje hoger zetten, getekende gaatjes, wat op die gaatjes moet allemaal komen. Ja. Er zijn 3 reeks gaatjes feitelijk. Ja, 3 reeksen is meer dan voldoende. We hebben dat gezien in onze plexieopstelling op de kooisouw, dat er eigenlijk gaatjes van een millimeter, ook al werken met een pomp van 60 liter sleur op, heb je maar 2 reetjes, maximum 3 reetjes nodig. En de afstand? Een centimeter op centimeter van elkaar. Centimeter. En ook belangrijk is, je hebt 3 rijen. Die onderste rij mag niet recht over de gaatjes zijn van die tweede rij. Ah, een beetje schranken. Ja. Anders die luchtbel ontsnapt hier en klontert direct samen met het tweede rijtje. Ja. Die luchtbel moet zo klein mogelijk blijven. Ja, zo dus feitelijk niet moeilijk. Maakt een papier, een bandje, ja, enkel gelijmd, geplekt met een plekpapier en dan kunnen we de gaatjes boren. Ja. De gaatjes boren doe je met, je kent dan misschien wel een dremeltje met een boordje op van een millimeter. Ja. Dus dat gaat eigenlijk fijn makkelijk. Dus dat kun je perfect doen, overal die gaatjes boren. Hoeveel er juist zijn weet ik niet, maar dat is makkelijker af te lopen. En voor het gemak heb ik natuurlijk wel mijn gaatjes al geboord. Ja. Op voorhand, voor een beetje minder tijd kwijt te raken. Ja, ja, ja. Dus we gaan zien. Dus die gaatjes zijn nu geboren. De gaatjes zijn geboord. Kun je de papieren afpakken? En dan zie je dit. Ja, al die gaatjes staan er nu in. Ja, er staat erin. Als je dan dit stuk pakt, dat onderste, moet je zeker rekening mee houden, als dit erop zit, ja, dat die gaatjes vrij blijven. Vrij blijven, ja. Dus dit stuk zit bovenaan, dit hier, en dan die onder. En dan komt die 125 erover. Ja. En dan, als alles gelijmd wordt, natuurlijk, dus de drukkamer. Komt de drukkamer. Hier moet er wel nog. Eerst, voordat we alles toelijmen, gaan we eerst nog daar een bochtje in lijmen. Ja. Voor de luchttoevoer. Oké. Ga je nog een gaatje in boord? Ja, natuurlijk. Die gaatje komt hoger dan de gaatjes. De boren we gewoon in het midden van die sok. Ja. Dus dat zit in de drukkamer, dat zit niet op die stukken. Ja, 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 dat zit mooi er middenin. Dat is het, ja. Dan gaan we hier een bochtje nemen van, dat zijn buizen van 20 mm. Van 20 mm. En dat gaan we dan mooi inlijmen. Ja, het is soms een beetje aanpassen en een beetje zoeken naar de juiste diameter van dat gaatje, maar... Goeie boormachine, dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En de juiste handen erop. En dat mag er ook niet te ver doorheen zitten. Ja, dat kun je misschien tonen voor de camera. Dus dat mag niet te ver diep instaan, juist. Niet verder dan die stotering van die 125 buis. Dat is het, ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Normaal gezien doen we het buisje nog een beetje af met slijpschijf. Doe ik dat buiten even nu? Ja, of, maar gaan we straks, dat gaan we doen, straks ja. doen. We gaan ervan uitgaan dat we dat erin gelijmd hebben. Of ja, we kunnen het misschien van deze keer direct doen. Dus gewone lijm, hè, voor PVC-lijm voor buizing. Ja. Nooit te zuinig zijn met de lijm, dat vind ik wel zeer belangrijk. Dus... mag er zeker niet te ver in zitten. Zeker niet voorbij die stiltrang. Dat zie je, er zit er maar een millimeter in. Dat is perfect zo. Zo mag dat zijn. Dan gaan we volgens die ring met die stiltrang. Die gaan we er ook in lijmen. Die komt wel onderaan, vergis jullie niet. Ja. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk, anders kun je het niet bij opplaatsen. Ja. Dan zal die straks misschien overal lijm zijn, maar dat is nu ja, niet zo. Ja. Moet kunnen, hè? Dat is het, hè. Ja. Als je aan het knutselen bent. Daarom de reden dat je maakt dat in de garage, hè? Ja.
Dus beide delen geleemd. Dat mag er netjes in. Dat steek je mooi gelijk met de onderkant. Dus dat is prima. En dan nog dan een ander stukje zeker? Ja. Dat andere stuk zet je voorlopig, schuif je gewoon voorlopig hier over die buis. Eigenlijk gaat alles nu weer vrij snel en moet het een beetje... eigenlijk moet dat eerst een beetje drogen, maar we gaan het zo toch wel proberen. Dus hier ook lijm aan, van binnen. Ja. Nu, die zetten we er net voor. Dankjewel. Ja, en heel belangrijk van wat lijm te zetten. Je moet niet benauwd zijn van een beetje meer is beter dan te weinig. Hè? Ja, vind ik ook. Zo dus, en dan nog een keer overdring natuurlijk. Ja, overdring. Ja. Voor de dichtheid te maken. Interviewen en meehelpen, Patrick, het is niet altijd gemakkelijk, hè? Ja, maar dat lukt nog wel, hè. En dan alles erin duwen. Dan alles erin. Ik ga eerst die buis naar beneden duwen, dat is in die andere zit. Voilà. Nu, het is allemaal ingeduwd, zo dus. Alles is ingeduwd. Nu zie je dit, alles is mooi netjes afgelijmd. Onderaan ook. Het is niet jammer dat we net zo'n grote buis vast hebben. Wat zie je nu? Als je hier nu op blaast, zullen we de lucht van binnen voelen. Ja. Dus we kunnen misschien tonen aan de camera. Proberen toch? Zo dus, wanneer dat je hier in die pijp gaat blazen, natuurlijk, ja, de lucht komt hier van binnen eruit, natuurlijk. Door die luchtkamer. De lucht, ja, in de luchtkamer. Door die, met die kleine gaatjes van een millimeter. Van een millimeter, ja. Dat is het zo'n beetje, hè. Eigenlijk allemaal vrij simpel, hè. Niks dat, moeilijk aan, hè. Dat is al gemaakt. Ja. Bijna. Nu gaan we nog die buis voorzien naar boven voor de luchttoevoer. Ja. Dus, dat zijn enkele goedkope en gemakkelijke... om een mooie rechte lijn op de buis te zetten. Om die attache die we gaan opzetten. Die beugeltjes. Om die buis netjes op hun plaats te houden, gebruiken we gewoon een hoekprofiel. Dat leg je er netjes op. En dan teken je af waar die beugeltjes moeten komen. Deze worden vastgezet met een RVS-schroefje. En altijd, als het mogelijk is tenminste, toch even voorboren. Gewoon, altijd. Dat millimeter boordje. Ja. Gewoon. Zelfs de boord, dat is. Ja, zelf niet keer, een klein gaatje erin. Niet met de, er zijn er veel jongens die dat soms doen met de boormachine, omdat dat makkelijker is. Maar dan heb je geen gevoel wanneer dat die schroef echt vast zit. Anders... Je draait het open, feitelijk. Ja, dus dat staat echt goed vast. Ja, zijn er hier nog attaches? Attaches hier. Alsjeblieft. We zullen dat beter misschien altijd samen doen, Patrick. Ja, we kunnen dat doen, hè. Ik heb een ganse reeks te maken als je wil. Dus dat schroeft er makkelijk, eigenlijk vrij makkelijk op. En zeker als je eerst een keer een klein beetje voorgeboord hebt. En nu nog natuurlijk een buis van 25. Met een buis van 20 mm. Dat is 20 mm. Dat is 20 mm,
Niet vergeten van het ook af te lijmen op de... Ja, zeer belangrijk. Voilà. De lijm is daar. Dus niet bang zijn van een beetje te veel lijm. Dus netjes erin. Voilà, de micro is nog overlevender. Ja. Dus je hebt echt een stevig iets. Ja. En dan die bovenaan. Gewoon de bocht er nog op. De ene verlijmt hem, de andere niet. Het maakt mij niet uit. Er zijn er veel die hier ook gewoon een parkervijsje in zetten. Omdat ze draad er nog altijd iets kunnen aan veranderen. Dus in principe is deze mooi netjes. Ja, en natuurlijk achteraf een T. En achter een T, maar dan zullen we straks even kijken in de vijver hoe dat echt in de realiteit op de vijver wordt toegepast. Wat dat belangrijk is natuurlijk de lengte van de herlift. Ja, dat zal ongeveer, deze is 1,70 meter aanzuig onderaan. Ten opzichte van het waterniveau. 1,70 meter, 1,80 meter zijn de beste resultaten behaald bij ons op het forum. Ja. 1,70 meter, 1,80 meter, dan moet nog wat kleine ruimte voorzien. Het gaat natuurlijk ook op 1,5 meter of 1,40 meter gaat het ook, maar het beste rendement zit op 1,70 meter, 1,80 meter. Kun je misschien herinneren, welke rendement krijg je daarmee? In verband met welke pomp? Iemand die echt zeer zuinig wil werken, die werkt met een luchtpomp, een 20 liters. Op die diepte heeft Nito luchtpomp. De Seco-luchtpomp, of niet, dat maakt niet zoveel verschil. Een 10 watt verbruik op een diepte van 1,70 meter. En dan heb je een opbrengst van ongeveer van 11.000 liters. Ja. Dus dat is 1 watt per kuub. Zeer weinig. Hè? En dan kunnen we hoger gaan natuurlijk. We kunnen hoger gaan, laten we zeggen dat we op dezelfde systemen een luchtpomp zetten van ongeveer 20 watt. 25.000 liter verplaatsen. Maar dan wel met een 30 watt. Dat is de beste manier van te werken, is misschien meer airlift te bouwen. Ja. Met voor betere capaciteit. Ja, met kleine pomp. Ja. Met kleine pomp. Ja. Niet tegenstaan iemand die een airlift geeft staan met een 60 liter luchtpomp op. Het is nog niet veel, het is met moeite een loeilamp. Waar je toch graag 30.000 liters mee verplaatst. Dat kan je met geen enkele pomp. Enkele opvoeren blijft een probleem. Maar ja, iemand dat zijn vijver gravitair is. Dat maakt niet zo veel verschil. Hè? Ja, natuurlijk, de verf moet gravitair worden. Moet gravitair zijn, hè? En je hebt extra zuurstoftoevoeging. Dat heb je er ook bij. En ook, ja, een afschuimer. En de afschuimer erop. Afschuimer, dat werkt wel. Dat is, het is een bijkomstig iets dat het mooi meegenomen is, natuurlijk. Maar dat afschuimen kan ook. Tuurlijk, voor een afschuimer moet je nog kleinere luchtbellen hebben, maar... Het is er iets dat er extra bij komt, hè. Je moet er niets voor doen. Hè. Zo dus feitelijk met iemand met twee linker poten, laten we het zo zeggen, op een uur tijd is daar gemakkelijk gebouwd. Hè. Zeker en vast. Enkel gaan we nog die drukkamer maken waar we die airlift kunnen inplaatsen. Ja. Dus dat gaan we ook nu even, daarvoor moeten we buiten nog die buis op lengte slijpen. Ja, goed oppassen, wanneer je twee linker handen hebt, natuurlijk je handen niet gaan zagen. Hè? Maar we hebben wanden voor u voorzien. Ah ja, dus, speciale kooivriendenwanden. Ja. Ja. Oké, okay, maar ga dat zien, in ieder geval, wel bedankt. Ik heb nog iets vergeten, ja? Sorry. Ja. We zijn ook in de handel, dat had ik nog vergeten. Dat zijn centrische vervallen, ja. Maar dat zijn niet altijd makkelijk te verkrijgen overal. Ja. Je hebt ook van die doorgaans in alle winkels zijn ze van die excentreerde handen. Mm. Zo heb je wel twee nodig om dit te maken. Dan doe je ook hier, die stootrand moet er afgeslepen worden. Dat zullen we straks ook buiten doen. Stoot afslepen van alle tweede vervallen. Ik weet niet waar dat andere stukje af is. Het enige probleem dat je hier hebt... Dat je zeer goed moet opletten. Als je dit hierin lijmt, dat die dikke kant netjes over die andere kant zit. Hè? Ja, fair wel. Ja, maar als je niet oplet, heb je het wel een probleem natuurlijk. Dus deze mag je eigenlijk, bij manier van spreken, op voorhand daar netjes in lijmen. Je kan dat eigenlijk ook goed zien, omdat er op ieder vervallen, op ieder PVC-stuk, zit er altijd machinaal een klein streepje. Ja, ja. En dan heb je dat ook hier. Nou, je streep op streep. Streep op streep. Ik weet niet dat we kunnen dat zien op de camera. Gaat deze hier ook goed steken? Die streep hier. Wacht, hè. Hier die streep. En een grote zoom. Zo dus. En we krijgen die streep ook op die stukken. Netjes. Ja. Hier staat er niet juist erop. We gaan proberen... Wacht, anders neem je het micro vast. Ja. Ja, we gaan proberen draaien. Voilà. Nu komen we hier overheen. Ja. En dan, als je kijkt, natuurlijk, ja, de excentratie, die is op dezelfde kant. Natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk, anders gaat dat natuurlijk... Dat komt niet goed, hè? Dat komt niet goed, nee.
Dus bij deze stukken. En die, ze mogen ook al direct geleemd worden. Oké. Dus, want dan neem je dat stuk, als je de hartstikke geboord hebt. Hetzelfde principe als dat we hier net daar juist gedaan hebben. Je steekt dat erin. Hier net voor. Dan doe je hier lijm aan. Hier lijm aan. En duwen. En dat is gedaan. En dat is het. Ja. Niet vergeten de gaat natuurlijk boren voor de... Nee, voor het dat had ik bijna vergeten. Ja. Ja. Je gaat goed opletten. Dat is wel belangrijk. En het voordeel is, ook bij deze, dat je hier natuurlijk wel meer ruimte hebt. Omdat aansluiting van de lucht. Op één kant. Op één kant, om binnen te komen. Dat de andere kant minder ruimte heeft voor de werkingen, dat is net hetzelfde natuurlijk. Ja, ja. Maar je hebt die meerspeling om je gat te boren en dat bochtje te lijmen. Dat is in ieder geval altijd mogelijk. Dat kan allebei. Maar bij die excentratie, je hebt natuurlijk twee stukken nodig. Ja. Dat op de eerste zijn dus een beetje meer weg voor alles af te lijmen. Maar deze zijn ook iets duurder voor één stuk. Dat is een keuze dat je maakt en zien wat er in de handel te verkrijgen is. Hè. Wow. Maar het resultaat is net hetzelfde. Voor een idee van de volledige prijs van zo'n airlift. Ik moet hier opletten, want die jongens moeten hier 15 euro betalen om een airlift te bouwen. Dus ik denk dat het daar een beetje rond zal zitten. Rond de 15 euro? Ja. Dat is toch een heel... Voor de drukkamer, hè? Voor de drukkamer. Ja. 15 euro voor de drukkamer, dat is natuurlijk geen prijs, hè? En 30 euro voor deze met dat tasjes, feestjes, boten, alles erop en aan. Ja, natuurlijk voor te vergelijken met een pomp. Nee, kun je niet, Dat is niet mogelijk. Zeker die extra, dat erbij komt, extra zuurstof toevoegen. Dat is het. Veel jongens hebben een pomp in de vijver, luchtpomp in de vijver om het filter te beluchten. Wij beluchten op de airlift. Dus ja. En we hebben ons waterverplaatsing bij manier van spreken gratis. Hè. Je kan het zo zien. Hè. Dat is een feit. Dus, nog iets? Voorlopig niet. Straks gaan we het dan... En ja, misschien toch wel een vraagje op kooivrienden. Ja. Nog wat nieuwe systemen aan het ontwikkelen? We zijn momenteel flink bezig met het volop wat uittesten. De resultaten zijn buitengewoon goed. Dat is met een zeef gravitair opgesteld. Iemand die een gravitaire filter heeft. En zeker niet, een trommelfilter is nog iets beter. Maar met een trommelfilter kom je boven het water uit. En is ook een duur systeem. Dat zijn afwegingen dat je zelf moet doen. Maar nu zitten we gravitair met de zeven in de filter van 200 micron. Goede doorstroming. Maximaal eenmaal per week moet reinigen. Dus de borstelkamer die erachter zit, wordt niet vuil. Geen enkel probleem. Dus, maar goed, we zijn nog aan het testen. We zijn al 2 jaar bezig en de resultaten zijn formidabel goed. Well, ik stel voor, Mark, dat we gaan een keer even gaan kijken. Even kijken hoe dat in elkaar zit. Natuurlijk, hier hebben we een systeem gebouwd met 3-7. Ja, 3-7, omdat ik ook een vrij grote doorstroom heb in mijn filter. Mijn filter gaat er iets door van ongeveer 45 kuub. En per zeef kan die voor 200 micron kan 15.000 liter zijn. Maar daar houden we het op. Dan moet je overschakelen naar 7 van de 300 micron. Dus we gaan zien de volledige filtratie met zeef. Hoe noemt u dat, die zeef? Ze hebben daar wel een naam aan geplakt, de krielzeef. Ja. De krielzeef. De krielzeef. De krielzeef. De krielzeef en natuurlijk ook een airlift die geplast is. Ja, de airlift, er zitten 2 airliften op, 1 volledig onder de grond en 1 volledig op dat systeem. Dus 45.000 liters water gaat er door mijn filter. Door die 7. Dus het werkt prima. Oké, dan we gaan even gaan kijken daarover en dan al die uitleg. Ja, u bent bedankt voor de filmpjes die plaatsen bij ons op het forum. Het is graag gedaan, je dat ook. Hè. Samenwerken is prima. Fantastisch. Dus, Aquatic Nobel is misschien een Franstalige website, maar... We begrijpen elkaar zeer goed nu. Hè? Ik denk het toch, hè? Ja, prima. Mark, salutjes. En ik zeg ook aan iedereen, welkom en tot later. Salutjes iedereen. Bedankt. Ja.
We'll be right back.